En welkom bij Beauty Gloss. Vandaag ga ik voor jullie een DIY doen, namelijk slijm maken. Dit is zo enorm veel aangevraagd en ik heb zelfs een tijdje met Gregor het idee gehad om zelf een slijmkanaal te openen. Maar toen hadden we zoiets van, ja weet je, dit kunnen we toch ook op onze eigen kanalen doen. Dus vandaag ga ik voor jullie slijm maken. Het is echt een ware hype en je zag het ook terug in de rewind van 2017. Iedereen is helemaal into de slijm en ik vind het ook onwijs leuk. De meeste slijmrecepten, daar heb je borax voor nodig. En dat is een ingrediënt wat niet in Nederland verkocht wordt. Maar vandaag gaan we slijm maken zonder borax. Ik heb hier allerlei ingrediënten. We gaan het een beetje op gevoel doen. Ik hoop dat het me gaat lukken. Kijk mee hoe ik slijm maak. Laten we gaan beginnen. Het eerste wat je nodig hebt is een kom en een lepel. Ik gebruik deze. Ik gebruik de lepel van onze rijstekoker. Ik denk dat dat wel lekker mixt. Dan lijm. Ik heb hier hobby lijm. Ik zie dat heel veel mensen witte lijm gebruiken, maar dit is gewoon transparante lijm. Daar zou het ook mee moeten lukken. Ik hoop dat ik voldoende heb. Dit is een potje van 100 ml. Scheerschuim. Ik heb hier scheerschuim voor de gevoelige huid. I don't know. Ik dacht roze verpakking, leuk. Dat maakte wat fluffier. Dan heb ik baking soda of baksoda. Dit is iets anders dan bakpoeder. Let op, ander type product. Dit kan je gewoon vinden bij de supermarkt. In de toko sowieso. En dit zorgt ervoor dat het allemaal verbonden raakt met elkaar. Dan heb ik hier lenzenvloeistof. En dit is eigenlijk de vervanger voor borax. Dus als je ziet dat er ergens borax wordt gebruikt, vaak werkt lenzenvloeistof ook. En dit zorgt ervoor dat het niet meer zo plakkerig is. En dat het dus niet aan je handen vastplakt, maar echt een bal wordt. Dan heb ik een beetje handzeep. Sommigen gebruiken ook bodylotion nog, maar ik doe handzeep. En tot slot voedselkleurstof. Ik heb hier 4 neontinten. Ik vind zelf gel het allerlekkerst, ook om mee te koken, maar dus ook voor DIY-projecten. Ik weet niet zo goed welke kleur ik ga gebruiken. Ik denk dat ik voor roze ga. Ja. Alright, laten we beginnen. Het eerste wat ik ga doen is, ik ga het hele flesje lijm hierin dumpen. Ik doe best veel nog eigenlijk. Ik had in mijn hoofd dat het eigenlijk weinig was, maar veel. Dan neem ik ongeveer een klein theelepeltje baking soda en die doe ik erbij, zo. En dat mix ik door de lijm, zodat er geen klontjes meer zijn. Dan neem ik nu de scheerschuim en ik doe er ongeveer net zoveel in als dat er lijm in zit, dus half-half. En dit ga ik nu mixen. Het is blauwer dan ik had verwacht, om eerlijk te zijn. Het ruikt ook heel lekker. Dan neem ik wat handzeep. Ik heb een paar pompjes bij. Eigenlijk vind ik dit wel een kikke kleur, maar ik ga er een beetje paars anders bij doen. Dat vind ik wel leuk, een beetje galaxy-achtig. Zo. Oh, wat vet hé. Kijk nou hoe vet. Oh jongens, die kleur. Weet je. En dit zorgt ervoor dat het slijm moet worden, wat niet plakt aan de zijkant. Even checken. Nee, het is toch te plakkerig. Nog meer lenzenvloeistof. Nog een heel klein beetje baking soda, zodat het een goed geheel wordt. Oh, kijk hoe slimy. Pak zo dan. Oké,
Nee, we moeten het hart zien te krijgen. Het is nog te waterig. Waarom is... Kijk, het gaat wel makkelijk mijn vingers af. Oh. Oh, jongens. Zo, dit voelt lekker. Nu al. Oh. Oké, ik heb nu best wel heel erg veel bakzoda toegevoegd. En ik ga het nu met een garde opkloppen. Ik hoop dat ik er nog wat van kan maken, want voor mijn gevoel is het te vloeibaar. Oh, die geluiden. Oh, het is echt hard aan het worden. Het slijm maken is nog niet zo 1, 2, 3 makkelijk. Het komt gewoon omdat we niet dat borrakspul hebben, maar ja. Toch. Ja, het begint wel wat harder te worden. Het is nog te nat. Laatste beetje lijm. Ik heb het gevoel dat ik iets te veel scheerschuim heb gedaan. Bij al die Amerikaanse video's kwam er zeg maar foam uit en bij mij kwam er gel uit. Dus ik heb gewoon best veel gel erin gegooid, wat natuurlijk veel meer foam is. Ja, er komt nog veel lijm uit. Nou jongens, ik heb gemixt voor het leven. En de tip die ik online las, naast bakzoda toevoegen, wat ik dus zelf had gedaan, is om het gewoon even in de koelkast te zetten. Blijkbaar doet iedereen dat. Dat wist ik niet. Het is even in de koelkast gestaan, maar dat mocht niet echt baten. Dus wat ik nu ga doen, is heel veel lensvloeistof toevoegen. Dat was eigenlijk de tip die ik online overal las. Als hij te waterig is, dan moet je je borax, oftewel je lenzenvloeistof toevoegen. Kijk, het begint slijmerig te worden. Jongens, dat is hem. Ja, mocht je slijm maken en het is te waterig, gewoon extra lenzenvloeistof. Kijk. Ik denk dat we er bijna zijn. Zag je die bubbel? Hoppa. Het moet nu een bal worden die ik kan vastpakken. Ik heb inmiddels bijna de hele fles leeg gegoten. Kan je nagaan. Zoveel heb je dus nodig. Ah, moet je kijken. Ik ben bijna leeg. Oh, hij begint los te laten. Flubberig het aan het worden is. Ja, kijk, het plakt niet echt aan mijn vinger. Een beetje. Oké. God. Wij hebben zojuist fluffy freaking slime gemaakt. Ik ga hem helemaal opmaken even. Hoe meer van dit, hoe beter. Hij is op.
We waren zo close, maar ik heb er geloofd of niet iets te veel lenzenvloeistof in gedaan. En nu is het dit. Hoe raar is dat? Ik denk dat ik 200 ml had, was het goed. 240, klaar. Nu is het weer een papje. Zo close. Maar ja, het enige wat ik nu nog zou kunnen doen is lijm toevoegen. Maar ik heb alle lijm opgemaakt. Oh, dit voelt ook lekker, hè? Oh, maar goed. Anyway, ik hoop dat jullie mijn slijmtutorial leuk vonden. Ik had moeten stoppen op het punt dat het gewoon perfect slijm was al. En niet door moeten gaan en denken dat het nog meer slijm werd. Dit zijn in ieder geval ingrediënten. Je had kunnen zien hoe het perfect was. Ik kan jullie niet een perfecte slijmbal nu laten zien, want ik ben te ver gegaan. Story of my life met dit soort dingen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer.